Zoo, Zoo, Story Zoo. Kiekeboe, kiekeboe. Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben Carlijn en ik ga hier in Dierenpark Amersfoort een aantal dierenvragen beantwoorden. In deze video ga ik niet alleen op pad, er gaat namelijk iemand met mij mee. Namelijk... Ja! Wie ben jij? Nout. Nout. En Nout die heeft gewoon de prijsvraag gewonnen, dus die mag gewoon met mij mee. En naar welke dieren gaan we, Nout? De rode panda's. En je had ook dus een vraag over de rode panda's. Ja. Wat was jouw vraag? Is de rode panda familie van de reus? Van de reuzenpanda, die grote zwart met witte panda die iedereen wel kent. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik kan die vraag niet beantwoorden, maar ik heb afgesproken met Meerte. Hey, nou Nout, dit is Meerte. Hoi, ik ben Meerte. En Meerte is een van onze pandaverzorgers. Ja. Hey, en we staan nu heel leuk bij het pandaverblijf. Achter jullie zijn de panda's, maar Meerte, kunnen we iets leuks doen bij de panda's? Want Nout is natuurlijk wel mee om, wat, om de panda's goed te kunnen zien. Ja, dat snap ik. Nou, we kunnen sowieso het verblijf even in zometeen. En de panda's eten natuurlijk heel veel bamboe. En dat hebben we nog niet gegeven vandaag. Dus we kunnen even in de pan op zoek naar bamboe. Oké, en Nout, één afspraak, niet je vingers ertussen. Denk je dat ze het bamboe zo van de vloer kunnen eten, Nout? Nee. Oké, dan heeft waarschijnlijk Meerte daar wel een trucje op. Nou Nout, volgens mij heb je de juiste bamboe geknipt. Volgens mij is één panda al heel erg blij. Hey Nout, hoe vond je het om zo dicht bij de pandas te zijn? Heel leuk. Dat is echt heel leuk, hè? Maar voordat we uit het verblijf gaan, jij had ook nog vragen. En je had al één vraag, maar je zei net, ik heb nog een vraag. Dus, Meerte, wat is je vraag? Is de rode panda familie van de reuzenpanda? Nee, die zijn niet familie. Want het komt omdat de reuzenpanda is familie van de beren. Dus hè, daar vallen bijvoorbeeld ook de brilberen onder en de grizzlyberen en een heleboel andere soorten beren. En de rode panda is een familie van zichzelf, dus dat is alleen maar de rode panda. Dus ze lijken wel een beetje op elkaar, maar ze zijn geen familie. Nee, Oké. Kom je nog een keertje bij de pandas kijken? Ja. Oké, dat is de deal. Oké. Doei Nout. High five. Hoppatee. Ook Meerte? Hoppatee. Nou, dan gaan wij kijken naar de training. Yes. Meerte. Carlijn. Wat gaan we doen? We gaan trainen bij de panda's. Wat leuk. Wat ben je aan het trainen met de panda's? Nou, de panda's gaan binnenkort op transport. Dus we zijn eigenlijk aan het zorgen dat ze in de kennel kunnen lopen. Dat we ze dus niet hoeven te vangen. Dus dat ze vrijwillig meelopen en meewerken. En zo minder stress hebben voor de dieren. Ah, dus ze gaan verhuizen naar een andere dierentuin. Ja. Hoe lang ben je nou al bezig met de training? Ik ben er al een aantal maanden mee bezig. En met het jonge vrouwtje gaat het wat beter dan met het jonge mannetje. Het jonge mannetje vindt het iets veranderd. Dus ik ben met het jonge vrouwtje, dus dat is Suki, ben ik ook wel iets verder. Maar ik ben al een aantal maanden bezig. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd wat ze doen. Nou, ik ook. Nou, we gaan het zien. Ja, ik vind het knap hoor. Ja, ben je tevreden? Ja. Mooi. En aan het einde komt de dikke beloning.
Nou, de panda is nu eindelijk verhuisd. Ja. Is het allemaal goed gegaan? Jazeker. We hebben zelfs al een filmpje ontvangen dat ze in het nieuwe park al lekker buiten is en lekker hoog met een ander, met een nieuw maatje aan het klimmen is. Kijk. Ook boven in de boom. Dus dat is heel fijn. Wat leuk. Dus helemaal op de nieuwe plek. Ja, ze is helemaal blij daar, denk ik. Nou, mooi zo. En ook met het in het kenneltje goed gegaan? Ging super. Wat je hebt getraind? Ja, ging echt super goed. Ah, dat is heel fijn. Ja. Nou, top. We waren hier door de vraag van Nout. En de vraag van Nout is: is de rode panda familie van de reuzenpanda? En het antwoord is: nee, de rode panda is een familie op zich en de reuzenpanda is echt familie van de beren. Ah, dus geen familie. Nee. Maar wel eten ze allebei banden. Zeker. Dus ze lijken wel een beetje op elkaar. Vond je dit nou een superleuke video? Doe dan duimpje omhoog. Heb je nog een dierenvraag? Stel hem hieronder. En wil je geen video missen van Dierenpark Amersfoort? Abonneer je dan op het YouTube kanaal. Meerte, dankjewel voor je kijkje bij de panda's. Graag gedaan. Vond het heel leuk en hopelijk zie ik jou de volgende keer. Doeg! Doeg!